Ik ben kunstenaar en ik werk vooral met textiele materialen. En niet met één techniek, maar met heel veel verschillende technieken. Ook heel vaak gebruik ik materiaal wat een ander alweer doet. Gerecycled materiaal. Dat verf ik of dat schilder ik. En daar, dat is een basis om eigenlijk te laten zien dat je niet alleen maar duur materiaal hoeft te kopen. Maar dat je met gekregen of wat een ander weg doet. En juist in coronatijd waar je de winkel niet in kon, was dat voor mij een uitdaging. Coronatoestand ben ik minder weg geweest. Dat had ik gezien om in de trein te zitten. Maar ik ga ploeter nog moedig voort en zoek ik naar mijn eigen architectonische abstracties. En, dus stukken, fragmenten van gebouwen. En dan zoeken doe ik het liefst. Maak me gewoon ook op portretten hoor. Dus. Ik doe het allemaal met de hand. De slijptol wordt eigenlijk op het laatste moment gebruikt als de vorm er al in zit. En daarna heet dat alles weer verder met de hand. Dus de slijptol is alleen maar één facet. Je bent wel een tijdje bezig nog voordat je een beeld af hebt, ja. Ik heb 12 leerlingen. Ja, kijk. Ik heb er één man van 73 en die doet het nog goed. Nee, als je eenmaal blijft hakken, dan raak je er wel aan verslaafd. Nou, wat jullie hier zien, dat is een serie foto's en dat heb ik genoemd schoenenpret. Die schoenen die zijn een beetje absurd gemaakt door daar fruit in te verwerken en toch een menselijk karakter mee te geven. Het is ooit voortgekomen uit een opdracht dat ik schoenen voor iemand moest fotograferen. En dat waren dusdanig mooie schoenen dat ik dacht van daar wil ik ook nog andere dingen mee doen. En daar heb ik dit soort beelden van gemaakt.